Ik speel Suzy, de vrouw van het personage van Koen de Pauw. Het gaat over de verhoudingen binnen in het gezin. De relatie moeder en zoon is zeer interessant. Voor psychiaters. Voor Vincent vind ik het ook belangrijk, want het is een zeer mooie rol voor hem. Hè? Want hij haalt daar toch wel iets boven. Zo. Er zijn een paar scènes geweest waarvan ik denk, oh, hier ben ik echt bang van. Er zitten heel veel stijlen in die serie. Dat is niet ene stijl. Hè. Voor mij was het dus een beetje de gebroeders Coen, zo dat was het. Hè. Op het absurde af. Voor mij was het een western. Letterlijk en figuurlijk. In de droge campen zo. Mijn motto was altijd vol met stof naar Gent. Je hebt afgelopen jaar Grond gedraaid. Hoe was dat? Grond, zeer interessant. Nou, ik vind dat sowieso een schone premisse. Je weet wat dat is. Hè? Dus de Marokkanen worden niet meer gepatrieerd, de overleden. Maar de grond wordt naar hier gehaald. En dat strooit roet in een business van mijn personage. Want ik ben iemand die ook in de begrafenissector werkt. En kun je dat niet weten, hè? Mijn repatriëringsbedrijf wordt bedreigd. Hè? En wat was het in Déjà Vu dat je speelde? Psychiater. Dat krijg ik ook meer en meer, hè? Sinds professor T. Alves. Ook? Juist, maar dat was zo in die psycholoog die het nog niet echt onder de knie had. Hè? Wat zijn de komende rollen nog? De Zillion gaan we eindelijk beginnen doen. Hè? Waarin dat ik de moeder van Frank Verstraeten vertolk. In een zweterige discotheek. Ja, die moeder loopt daar misschien een keer wat rol wc-papier te verversen of zoiets. Maar veel heeft ze daar eigenlijk niet te zoeken.